Vandaag was ik in het parlement, in de commissie, om mijn beleidsnota rond ambtenarenzaken voor te stellen. Mijn ambitie is om in de komende 3-4 jaar werk te maken van een hele sterke, efficiënte overheid en ook bij de ambtenaren het gevoel van fierheid aan te wakkeren dat ze voor die overheid werken. Want een sterke overheid, zeker in tijden van crisis, is meer dan ooit belangrijk gebleken. Ik denk dat daar geen uitleg rond hoeft. Ambtenaren moeten ook ten dienste staan van de burger. Dat zal meer en meer op een digitale manier moeten gebeuren, maar ook daar moeten we weten dat niet iedereen mee is in dat verhaal en dat we dus voor alternatieven moeten blijven zorgen. En tot slot ook de ambtenaar zelf, daar moeten we zorg voor dragen, want dat zijn mensen die zich heel hard inzetten voor de samenleving en dat verdient respect.